Nellen. Vond Fred, wil iedereen even checken of zijn telefoon uitstaat? Dan is stil. Nu is het moment dat ik kan zien dat ze helemaal kapot maken. Ze hebben hem zo. En het gewoon aan. Ja, vanuit welkom. Leuk dat jullie allemaal zijn. Het is weer een bijzondere avond. Er is een regeerakkoord. En we zijn allemaal bij elkaar gekomen om dat te bespreken. Dan mensen bovenaan ook. Hallo. Kijk. Mijn naam is Andries. Als ik goed weet, ik gids jullie vanavond door de avond heen. Ik ben jullie presentator. En het is eigenlijk een heel overzichtelijk programma. We gaan straks luisteren naar een speech van Jesse. En dan is er een Q&A-gedeelte waarin jullie met vragen kunnen komen. Eigenlijk naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord, wat we daarvan vinden. Zijn er vragen voor nu? Wanneer begin je? Wanneer begin je? Nee, ik ben al anderhalf minuut bezig, maar... volgens mij is het niets in de weg om te beginnen. Mag ik een heel erg grote applaus voor Jesse Klaver! Dat jullie allemaal zijn gekomen. Het is inderdaad heel kort geleden pas hebben jullie uitgenodigd. Maar ik wilde heel graag hier zijn vanavond met jullie om het te hebben over het regeerakkoord. Kaas. Ja, melk. Vruchtensap. Groenten. Fruit. Medicijnen. Trapliften. Boeken. Musea. Het zwembad. De camping. De kapper. Ik ben vanochtend geweest. Ik hoop nog. De fietsenmarkt. De kleermaker, de taxi. Treinkaartjes, buskaartjes. Eigenlijk het dagelijkse leven. Dit kabinet heeft een plan om de BTW te verhogen van 6% naar 9%. De helft meer belasting voor gewone boodschappen. Voor kleine bedrijven. Dat is wat de nieuwe coalitie volgens mij bedoelt met opkomen voor gewone mensen. Terwijl de winstbelasting in Nederland naar beneden gaat. En de vermogensbelasting ook. En de belasting op dividend. Dat goed komt naar aandeelhouders. Die wordt helemaal geschrapt. Ik zou zeggen, dit is onrechtvaardig. En het is de hoogste tijd om in verzet te komen. En daarom hebben we vanavond samen met Emel Roemer en Lodewijk Asje en veel maatschappelijke organisaties zijn we een gezamenlijke actie gestart. Geen verhoging van de BTW. En geen verlaging van de belastingen voor grote bedrijven en buitenlandse aandeelhouders. En wat mij betreft is dit het eerste plan van het kabinet dat van tafel moet. Het is niet het enige dat anders moet. En vorig jaar stonden we hier ook. En toen zei ik het geboortestad van mijn opa. En het is ook weer mooi om hier vandaag te zijn. Want ruim een jaar geleden begon onze verkiezingscampagne, ons gezamenlijke avontuur. Wij presenteerden een jaar geleden ons aanvalsplan om de ongelijkheid en de tegenstellingen in Nederland aan te pakken. We begonnen onze beweging van verandering. En afgelopen maart vierden we een fantastische verkiezingsoverwinning. Van 4 naar 14 zetels. En het was een geweldige overwinning. Maar het bleek niet genoeg. En er wordt me vaak gevraagd, zeker deze dagen. Tja, in dat kabinet had nog maar aan tafel gezeten. Dan had je de dingen die je nu niet goed vindt, had je kunnen veranderen. Maar de harde waarheid is dat 14 zetels niet voldoende waren om een bikkelhard rechtsmotorblok bij te sturen. Om de richting te veranderen en de koers van Nederland bij te stellen. En dit regeerakkoord maakt dat meer dan eens duidelijk. Er wordt gekozen voor grotere ongelijkheid. Kinderen die hier zijn geboren worden in de steek gelaten. Van klimaatbeleid wordt een luchtbel gemaakt. En iedereen mag van alles over me zeggen. Maar dit is niet waar wij voor staan. Wij willen geen deel zijn van het probleem. Wij willen verandering. En laat ik ook heel helder zijn over die formatieonderhandelingen. Het is daar geen moment 2-2 geweest, zoals vaak werd gezegd. We zaten met 4 partijen aan tafel. Het was eigenlijk altijd 3-1.
En het is niet voor niets dat bij D66 een deel van de achterban Alexander Pechtold op het matje wil roepen. Zij vinden dat hun ideaal onrecht wordt aangedaan en ze voelen zich in de steek gelaten. Ik begrijp dat. Ik ken het gevoel trouwens ook. Niet alleen het verhogen van de BTW is oneerlijk. Het hele regeerakkoord is wat mij betreft doordrenkt met dit soort keuzes. De helft van de totale lastenverlichting gaat naar de 25% rijkste mensen. Terwijl er nauwelijks geld wordt uitgetrokken om armoede onder kinderen te bestrijden. En deze coalitie lijkt niet in de gaten te hebben dat je mensen echt niet zomaar voor de gek kan houden. En ze zorgen ervoor dat het eigen risico gewoon blijft bestaan, zoals het nu is. En de premies voor de zorgverzekering gaan omhoog. Het collegegeld gaat omlaag, wie vindt dat fijn? Ik ook niet. Prachtige maatregel. Maar de rente op je studielening gaat omhoog, dus je betaalt hem zelf. Ze verlagen de belasting op het inkomen, maar de boodschappen worden duur. Kijk, als je veel verdient, heb je veel profijt van lagere belastingen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je voordeel. Dat betekent eigenlijk een fooi voor de middenkomers en een bonus voor de veelverdiener. En wat mij betreft is dat balletje spelen met belastingen, waarbij veelverdieners en vermogenden uiteindelijk dit spelletje winnen. En straks kunnen we met z'n allen Wilhelms zingen, behalve onze premier. Maar blijft het moeilijk om naar de dokter te gaan. En straks kunnen we wel naar het Rijksmuseum, maar zijn de boodschappen te duur. En dat is met de ene hand geven en het met de rechterhand keihard terugpakken. En wat mij betreft heeft dat niets met eerlijke politiek te maken, dat is mensen voor de gek houden. Je merkt het vooral als ik fiets en dat ik het tegen heb. Maar het is ook, je merkt het ook aan alle aanbiedingen die ik voorbij zie komen voor vakanties. Ik weet niet of dit nou echt de tijd is van meer vakantieaanbiedingen of dat je gewoon terugverlangt eigenlijk naar de zomer. Maar feit is dat ik overal de aanbiedingen met een gemoed komen vliegen. En de afgelopen jaren is een van de zaken waar wij keihard voor hebben geknokt, is tegenbelastingontwijking. En langzaam maar zeker zie je dat het van een heel raar standpunt naar mainstream is gegaan. Je ziet het ook internationaal. Internationaal wordt er veel meer werk van gemaakt om te zorgen dat grote multinationals niet meer de belasting kunnen ontwijken. Weinig belasting betalen of helemaal niet. En je ziet ook dat steeds meer mensen niet pikken dat Nederland een hoofdrol speelt in het mogelijk maken van die belastingontwijking. Want alles wat niet wordt betaald door grote multinationals, wordt door gewone mensen opgebracht. Kijk, eerlijk belasting betalen is een kwestie van fatsoen en van beschaving. Maar als ik het regeerakkoord lees deze herfst, dan lees ik het als een soort van vakantiefolder. Maar dan een vakantiefolder voor belastingparadijs Nederland. He? Nu nog goedkoper, schreeuwt het gevoel. Nog meer palmbomen. Nog meer hangmatten voor grote bedrijven en buitenlandse beleggers. Kom feest op de Zuidas, de champagne staat klaar, het gelach van Mark Rutte hoor ik erbij. Kom allemaal langs. En het ergste is, zonder dat het een extra baan oplevert. Ja, dit kabinet verbouwt de belastingen, geeft cadeaus aan het grote bedrijfsleven, maar als je onderaan de streep kijkt of er extra werkgelegenheid bij komt, dan is het nul. Terwijl de camping voor gewone mensen wordt duur. Maar ons belastingparadijs is zonniger dan ooit. En als je dit soort plannen neemt, dan sta je met je rug naar de samenleving. Maar groen gaat het heel goed. He, op groen zijn ze super duurzaam. Althans, dat zeggen ze zelf. He, we zijn het groenste kabinet ooit. Daar kunnen we schandelijk over doen, maar ik wil ook positief zijn. Namelijk op één punt wil ik ze echt complimenteren. Als ik kijk naar de doelstellingen die ze voor klimaatbeleid pakken, dan is dat weliswaar lager dan wij in onze klimaatwet hadden staan. Meegetekend door D66 en de ChristenUnie. Maar ik heb ook met CDA en de VVD aan tafel gezeten. En ik vind het knap dat de doelstelling nu toch op 49% staat. En dat ze zeggen, we gaan in Europa ons inzetten om dat naar 55% te krijgen. Ik vind dat een applaus waard. Ambitieuze doelen zijn namelijk ontzettend belangrijk. Maar de vraag is, wat doe je ermee? En als we daar naar kijken, dan maak ik me grote zorgen. Dan zien we eigenlijk dat het kabinet voor de eerste 4 jaar veel te weinig maatregelen neemt om ook maar ergens toe te komen. Ik vergelijk het wel eens met afvallen. Heeft iemand wel eens de ambitie gehad om af te komen? Dat is misschien een persoonlijke vraag, dat zou kunnen.
Maar goed, als je wil afvallen, dan kan je wel de ambitie hebben om dat te gaan doen. En zeg maar, je moet echt 10 kilo af. Maar ja, als je niet meer gaat bewegen, of gezonder gaat eten, of niet minder gaat snoepen, ja, dan blijft het gewoon bij een vroom voornemen. Maar die kilo's gaan er echt niet af. En het is ook een beetje als stoppen met roken. Er zijn ook mensen die graag willen stoppen met roken. Hier vooraan staat er een dan weet zij in ieder geval dat je echt moet stoppen met roken en niet een klein beetje op daar doen, anders blijf je roken, toch? Ja. 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 Zo werkt het ook met klimaatbeleid. Zeg maar, niet alleen je voornemen om over te stappen op duurzame energie, je moet het ook echt doen. En om eerlijk te zijn, dat gebeurt niet echt. Door de grote truc. Wat dit kabinet wil gaan doen, is bijna 40% van hun voornemen om CO2 te reduceren. Dat gaan ze niet doen door meer duurzame energie te produceren. Dat gaan ze niet doen door minder CO2 uit te stoten. Hun hele idee is dat ze die CO2 vangen en onder de grond gaan stoppen. Dat klinkt mooi, hè? En dat gaan ze betalen met geld wat beschikbaar zou moeten zijn voor duurzame energie. Dus voor nieuwe windmolens. Dus ze maken niet de omslag naar een nieuwe duurzame economie. En sterker nog, deze technologie, die hebben we uiteindelijk, de technologie van CO2-opslag, die zul je nodig hebben. Als je namelijk cement wil produceren, of als je ijzer maakt, staal produceert, dan heb je daar CO2 bij nodig. En dan zal je een deel moeten opvangen. Maar het is maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. En of je op zo'n grote schaal die CO2 kan afvangen. En daarmee zie je dat in ieder geval, voor minstens 40% de plannen van dit kabinet op onze schroeven staan. En dat ze de klimaatambities absoluut niet gaan halen. En ik vind dat erg. Ik vind dat kortzichtig. Ik vind dat duur. En ik zeg het dubbelhard. Ik vind het dom. En ik geloof jullie dat wij in het parlement alles aan zullen doen om deze plannen te veranderen. De doelstellingen gaan de goede kant op. Maar als je dit niet durft in te vullen met echte maatregelen, dan komen we helemaal nergens. En dan is het letterlijk kruisvogelpolitiek. Namelijk CO2 onder de grond en de kop in het zand. Ik wist al wel dat de wereldbeelden tussen de mensen die daar aan het onderhandelen waren in hun kabinet gaan vormen en ons nogal fundamenteel anders zijn. Dat zie je zeker als het gaat over migratie. Migratie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. En ja, dat moeten we veel beter organiseren. Het is een grote opdracht voor ons hier in Nederland en in Europa. Maar migratie kun je en mag je nooit loszien van vallende bekertjes, grote ongelijkheid, schade op klimaatverandering, conflicten. Al die zaken die bijdragen aan meer vluchtelingen. En het is geen gemakkelijk thema, helemaal niet. Maar het lijkt wel of deze coalitie alleen maar gemakkelijke antwoorden heeft. De Europese buitengrenzen, die sluiten we. Zover gingen ze nog niet toen ze met de PVV in het eerste kabinet aan het regeren waren. En gewortelde kinderen, die hier al, dat klinkt een beetje als de wortelkinderen, zo bedoelde ik het niet. Kinderen die hier al jarenlang wonen, die hier naar school gaan, die Nederlands spreken, die hier vriendjes en vriendinnetjes hebben, die hier naar de voetbalvereniging gaan, die willen we terugsturen naar een land dat ze niet eens kennen. Ja, misschien van internet. En je eigen verantwoordelijkheid als Nederland beperken we tot het opnemen van enkele honderden vluchtelingen per jaar. Dat is geen antwoord. Dat is je ogen sluiten voor ellende. En dat is je eigen verantwoordelijkheid afschuiven. En dit is misschien, vind ik misschien nog wel het ergste wat ik nu ga zeggen. Dat is bang zijn voor Geert Wilders en Thierry Baudet. Ik ben buitengewoon kritisch op het regeerakkoord wat er ligt. Maar we mogen nooit uit het oog verliezen dat er ook hele positieve dingen in staan. Ik vind het echt prijzenswaardig dat er een waterschapsverlof komt en dat er wordt uitgebreid. Dus dat er geëxperimenteerd wordt met legale wietteelt en een kilometerheffing voor vrachtverkeer is ook heel goed nieuws. Want dit akkoord brengt niet de verandering die Nederland zo hard nodig heeft. Dit akkoord gaat zo ver naar rechts dat het midden haast onzichtbaar wordt. Dit is een akkoord voor grotere ongelijkheid en meer onzekerheid.
een akkoord wat mij betreft nu al in het Rijksmuseum. Jij mag vaker komen. Vorige week bestonden er tienduizenden leraren in Den Haag in het Centerpark. Waren er mensen hier in de zaal die daarbij waren? Ja? Kijk, ik was er ook bij. Ik vond het bijna ontroerend, inspirerend om mensen die eigenlijk nooit staken, daar zien op te komen voor dat wat voor hen belangrijk is. En daarmee voor de kinderen aan wie ze, ze lesgeven. En ik vind het hard en niet te begrijpen dat het kabinet een eis van 1,4 miljard euro extra voor onderwijs naar zich neerlegt. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat als je uiteindelijk keuzes moet maken, dat het geld niet oneindig is. Ik snap heel goed dat ook politieagenten er iets bij moeten krijgen en mensen in de zorg. En dat je dus kijkt, oké, hoe kunnen we het geld wat we hebben, hoe kunnen we dat eerlijk verdelen over al die mensen die zo hard werken voor onze samenleving. Maar als ik nu zie dat er 1,4 miljard, hetzelfde bedrag, wordt gegeven aan buitenlandse investeerders en aandeelhouders, dan vind ik het onbegrijpelijk dat ze niet aan de eisen van deze leraren voldoen. Ik was een optimistisch mens en ik blijf een optimistisch mens, want er hangt verandering in de lucht. Je voelt het aan alles, want het zijn niet alleen deze leraren die verandering voor elkaar weten te boksen. Het zijn ook verpleegkundigen, waar dit kabinet op gaat bezuinigen. 100 miljoen. Maar het zijn ook de milieuorganisaties die samen in het geweer komen en die zeggen, ja, die CO2-opslag onder de grond komt met echte maatregelen. En vooral belangrijk, als je er al iets mee doet, betaal het niet van het geld dat beschikbaar is voor echte duurzame energie. Organisaties die zich zorgen maken om kinderrechten en keihard zijn in hun oordeel. Ze zeggen, kinderen zijn als wisselgeld in de formatie gebracht. Ja, dat was een quote. En het is als onze actie tegen de verhoging van de BTW en de verlaging van de winstbelasting van grote bedrijven. Ik ben er trots op dat we dat met onze linkse vrienden mogen doen, maar ik ben er misschien nog wel trots op dat we dat samen mogen doen. En ik heb net het lijstje gekregen van, het blijft nu maar, met mensen die mee blijven maar komen, 50PLUS heeft zich aangesloten. FNV heeft zich aangesloten, FNV Jong, de AMBO, de Fietsersbond, de Groentecoalitie, de Koninklijke... Dat is heel belangrijk, vrienden. De Koninklijke Boekverkopersbond, de Patiëntenfederatie, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlands Boek, en hier ben ik heel trots op dat ik dat zo snel kan uitspreken. Je ziet dat we een coalitie aan het bouwen zijn. En dit is waar ik het in de campagne al over had. Ik heb altijd gezegd, wij bouwen een beweging. En die beweging zetten we voort. En nu het een coalitieakkoord is, zou ik maar één ding willen zeggen tegen onze nieuwe vrienden in de regering. We zijn pas net begonnen. Want de strijd tegen dit kabinet gaat over veel meer. Het gaat uiteindelijk over de vraag, wat voor samenleving willen we leven? Ik zie het om hen. Het verlangen naar verandering is groot. En optimisme ook. En in Den Haag gaan we hard en inhoudelijk oppositie voeren om de plannen van het nieuwe kabinet te veranderen. Maar verandering, en ik heb het al zo vaak gezegd, komt niet alleen uit Den Haag. Daar hebben we jullie keihard bij nodig. En je ziet dat het effect heeft. Mensen die boos werden over het eigen risico. Wij in Den Haag die de druk opzetten bij een kabinet en ze besloten onverwacht om het eigen risico in ieder geval niet te verhogen, maar gelijk te laten blijven. Je ziet het bij de leraren, hun eisen is nog niet 100% ingewilligd, maar doordat ze in actie komen, zie je al wel dat er extra geld voor deze docenten is bijgekomen. In actie komen helpt. En er is nog iets van deze acties met elkaar gemeen. En dat is mijn politieke droom, als ik het zo zou mogen zeggen. Toen het over het eigen risico ging, heb ik niet alleen maar mensen gezien die hun eigen risico altijd kwijt zijn. Mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. Nee, ik zag ook mensen die het eigen risico makkelijk kunnen betalen en toch in actie kwamen omdat het onrechtvaardig was. En in het Zuiderpark waren niet alleen docenten, maar waren ook scholieren. Er waren ook ouders die zeiden, nee, wij gaan hier samen voor strijden. En dit is waar ik in geloof. Dit is het afrekenen met de politiek van de afgelopen jaren. De politiek van verdeel en heers. Van mensen uit elkaar spelen, van zondebokken zoeken, van
is de schuld van de vluchtelingen. Het is de schuld van die. We gaan daar mee stoppen. En ik zie het dan ook als een opdracht voor onze beweging. Om al die verschillen die er zijn in de samenleving te overbruggen. En ik zie een gezamenlijke strijd die we moeten voeren voor de verandering die Nederland nodig heeft. Want klimaatverandering moet je niet alleen op papier aanpakken, maar echt. En welvaart, die delen we eerlijk in Nederland. En dan gaat het over een eerlijk inkomensverdeling, maar ten diepste gaat het daarbij over de erkenning voor diegenen die onze samenleving draaiende houden. Politieagent, docent, de verpleegster, schoonmakers, kappers, schoenmakers, winkeliers, groene ondernemers en al die anderen. Die erkenning, dat we de samenleving samen maken, dat is wat we delen. En daarom gaan we samen de strijd aan. Want het gevecht van de een is het gevecht van de ander. En als we samenwerken, ben ik ervan overtuigd, dan gaat de verandering van Nederland er komen. Dank jullie wel. Zijn de mensen al eerder bij meetups geweest? Ja. Ja. En deze mensen voor het eerst bij vandaag? Ja. Oh, gek, leuk. Welkom extra aan jullie. Ik zal even uitleggen wat de meeste bedoeling is van het vraaggesprek. Jullie hebben natuurlijk allemaal meegekregen wat er allemaal in het regeerakkoord staat. En wellicht heb je al een beetje ingelezen over de plannen van de nieuwe linkse coalitie, zogezegd, om de BTW-verhoging aan te pakken. En daar hebben jullie waarschijnlijk vragen over. Zo simpel is dat. Er is een GroenLinks hengelteam. Ik weet niet waar jullie zijn, maar zwaai even. Ja, hier. Iedereen aan de linkerkant. Ook voor de mensen boven, af en toe zal er iemand naar boven paraderen. Steek op je hand op als je vragen hebt, dan komt een van de leden van het GroenLinks naar je toe en dan kan je een vraag stellen. En jij zegt daar ongetwijfeld een antwoord op. Ik kan nu al zeggen, helaas, dat we niet aan alle vragen toe gaan komen. Dat hebben we nu ongeveer een half uurtje voor, maar ongetwijfeld dat er na afloop nog tijd is om een beetje over na te praten. En ik zie al gelijk een meneer die de eerste vraag heeft. Oh ja, er is nog één ding wat ik weet moet zeggen. We zijn inmiddels op live op Facebook. Schrijf allemaal naar de camera daar. Hallo. Ik zou voor de mensen op Facebook, jullie kunnen ook vragen insturen. Lotte zit met een laptopje op het podium. En de vragen die jullie in de comments sturen, kan bij Lotte terecht. En af en toe schakel even naar haar voor jullie vragen. Dus ik laat het wel ook komen. Ja. Meneer. Ja, waar zou ik beginnen? Oh ja, en hou het kort. Ik zeg het niet wat ja. Ja, nou de constatering is dat je het eigenlijk niet over onderwijs gaat. Je hebt het wel over zware zo'n leraar gehad, maar je hebt het niet over fundamentele problemen in het onderwijs gehad. En een van die fundamentele problemen zijn de sectorraden. Mm-hmm. En een van de voorzitters van de sectorraden is jullie eigen Paul Rozenmuller. Mm-hmm. En Paul Rozenmuller zit in die club die Curriculum.nu heet. Mm-hmm. En die club is bezig met een oplossing voor een probleem dat helemaal niet geanalyseerd is, mm-hmm. maar dat wel doorgedrukt wordt. Dat is één kant van een medaille, een klatergouden medaille, waarvan de andere kant het lerarenregister is. Ook dat is doorgedrukt. En volgens mij hebben jullie voor allebei gestemd. En dat is een grote fout geweest. Dank voor deze vraag allereerst. Wat mij ertoe brengt dat ik de volgende keer Paul Rozenmuller ook zal uitnodigen voor de benen. Kijk, als het gaat, mag ik eerst vragen, wat is je probleem met het lerarenregister? Het deugt inhoudelijk niet. Het faciliteert de leraar niet. Het zit vol met flauwekul nascholing, die alleen maar de allerhande bureautjes bedient. De leraar kan er niets in vinden. Het is verkocht. Het is verkocht als lijken op het register voor de artsen. Een fundamentele rol daarbij heeft gespeeld de heer Jan Matri Bruin. Maar ik heb het nu genoeg verteld. En de zaal denk ik ook. Als het gaat over, als je het hebt over onderwijs, dan zijn er een aantal problemen die ik niet heb genoemd. Trouwens ook een aantal problemen in de zorg die ik niet heb genoemd. Dat het heel goed is dat er geld bij komt voor de verpleeghuizen, maar dat er grote zorg is voor de mensen die nog thuis wonen. Zo'n 85% van de mensen, hoe gaan we ervoor zorgen dat het nog goed gaat met hen? In het onderwijs zie ik nog ook nog wat andere problemen. Als je bijvoorbeeld hebt over, als je het hebt over de werkdruk, dat is niet alleen opgelost met meer docenten. Het heeft ook alles te maken met de verantwoordingsplicht die docenten hebben. En hoe lang ze bezig zijn met het invullen van allerlei dossiers. Dan staat er passend onderwijs welke aanvragen ze iedere keer moeten doen om een beetje extra ondersteuning te krijgen. Kijk, wij waren inderdaad wel voor het lerarenregister. Omdat ik denk dat het heel goed is als er een lerarenregister is,
waaruit helder is zeg maar, welke kwalificaties mensen hebben. En dat, daar zit er volgens mij een meerwaarde in. Zoals je dat met, zoals je dat ook met, zoals je dat ook, ik ga je uitgaan. Zoals dat ook is met het BIG-register. Dat is niet terecht. Dat hebben wij zeker wel gedaan. Wij stellen ons altijd op de hoogte wat er mis is of wat er niet goed is. Er zitten een aantal problemen. Ik vind dat je dat zou moeten oplossen. Maar het idee van een lerarenregister vinden wij inderdaad wel verstandig. We zijn er behoorlijk kritisch op geweest. En ik vind het prima als je zegt, als je kritisch op mij bent. Maar dan zou ik vooral de inbreng lezen, ook van de collega's op dat punt. Bijvoorbeeld ook nog niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer, met Ruud Gansenbord. We zijn daar zeer kritisch op geweest. En als het niet goed genoeg is, dan zou ik zeggen, ook alle collega's zijn, ook de collega's die onderwijs, daar zit ze, Lisa, nog even wat zoeken. En ik zou zeggen, ga ook na deze avond even met haar in gesprek over wat precies je problemen zijn, nog een zaken zijn die wij inderdaad misschien al met hoofd hebben gezien. Ik sluit het niet uit dat dat is, maar ik zou zeggen, doe ons niet tekort. Dank u wel voor uw vraag, meneer. Inderdaad, alle Kamerleden met de betreffende portefeuille, dat was een hele hoop, zijn hier vanavond. Dus mocht er inderdaad een vrij specifieke vraag zijn, is het ook misschien goed om dat voor de borrel straks te maken. Nou, met name in de reactie op het regeerbeleid. Ze staat al klaar. Ik wil sowieso eventjes mededelen. Alle kritiek die hier naartoe komt, ik stel jou niet verantwoordelijk voor heel de politiek. Okay. Dat even iets als eerste. Dat is een goede vraag. Ja, ik heb meerdere punten. Okay. En ik vind dat je echt geweldig bezig bent en een hele mooie visie hebt. Want ik sta voor liefde en verbinding en ik denk dat wij allemaal voor liefde en verbinding staan. En eerst een vraag, en daar wil ik daarna op doorgaan. Ken je Paul de Plot? Sorry? Ben je bekend met het leven en de visie van Paul de Plot? Hij is hoogleraar business en spiritualiteit. Ken ik. Mag ik ietsjes van? Ik ga gelijk even onderaan. Ik wil wel even uit kader van liefde en verbondenheid met de rest van de zaal opvragen. Ja. Om het een beetje kort houden als het een heel essay wordt. Nee, het wordt geen heel essay. Ik kan het kort leuk, houden. Dank je wel. Ik vind dat dit een basisonderwijs moet zijn op de geschiedenis. Want hij is nu 86 en hij heeft een ontzettend boeiend leven achter de rug. Hij heeft de atoombom-effecten meegemaakt, heeft met geheime dienst samengewerkt en hij is pastoor en hij leeft nog. En, dat is ja, en hij leeft nog, moet je nagaan. Maar dat is dus nu aan de hand. Ja. En daarin. Ja. Eigenlijk, ik heb de visie in zijn interview, ik heb het in 5 pagina's al bij me. En ik wil het je straks overhandigen, zodat je het gewoon kan lezen op je eigen tijd. En eigenlijk, mijn vraag is eerst. Hoopte ik eigenlijk dat jullie bekend waren met Paul de Plot. Iedereen, lees over Paul de Plot. Mijn Facebook, ik heb het allemaal uitgewerkt. Dus kan je allemaal terugkomen. Maar de vraag eigenlijk is, lees dit en hoe ga je dit in de politiek... Nee, maar hoe ga je dit in de politiek omzetten tot actie? Ja. Want ik heb heel veel modellen en mensen benaderd. En ik wil ook lid worden van GroenLinks. Ja. En daar kom ik later voor terug. Dankjewel. Ja. En jij vond het knap dat je de titel van één bond uit je hoofd wist te knallen. Wat? Sorry? Jij vond het knap dat je 4 woorden van één bond uit je hoofd kon knallen. Dat is heel waar. Nee, dank. Ik ken het van niet. Ik ben benieuwd naar de pagina's, maar die ga ik zo dadelijk krijgen. Je noemde één punt als het ging over het onderwijs om daarbij aan te zetten. Omdat je zou zeggen, je vindt dat het in het onderwijs gegeven moet worden. Ik denk dat de politiek tamelijk terughoudend moet zijn in wat we opleggen en wat er precies in het onderwijs gegeven moet worden. Maar ik ga het met interesse bekijken. Dankjewel. Okay. Ik wil ook alle vragen antwoord geven. Dat is het hele concept van de meet-up, maar misschien zijn er ook vragen van de regering. Ja, dat is super. Ik kan me voorstellen dat de meeste kwestie is. Op het moment hebben we daar niet zo veel wijzen naar, maar uit solidariteit van het een beetje kort houden. En ik ben benieuwd wie er een vraag heeft aanleiding van het regeerakkoord. Jij was als eerste, zou ik al geloven. Oh, daar is dat nog. Nee, dat gaan we wel. Ja. Oh, dankjewel. Ik had een vraagje. Je was net redelijk kritisch. Maar op welke punten zou je willen samenwerken met de coalitie? Nou ja, ik noemde juist ook op punten waar ik kritisch ben. Als het gaat over klimaat, dan denk ik dat wij als GroenLinks daar een enorme kennis over hebben. En weten hoe je klimaatverandering moet aanpakken. Ik zou daar heel graag willen kijken hoe we kunnen samenwerken om die plannen van het kabinet te verbeteren. Ik zeg al, de ambities zijn goed. Ik hoop echt dat wij met onze jarenlange ervaring op het gebied hiermee, dat we kunnen kijken of we die plannen zou kunnen verbeteren.
En dingen die we gewoon steunen. Ja, ik noemde het vaatschapslot. Ik vind het echt, er is jarenlang over gesproken, ik vind het prachtig dat het komt. Ik ben het er al laat, maar ik vind het echt super goed dat het er komt. En daar zou ik alleen maar positieve dingen over willen zeggen. Maar waaruit blijkt die kennis ook te denken? We gaan naar jongens. Ja, we gaan naar de papiers die staan daar. Ja, hier. Ja, je zei even over duurzaamheid en over je zei wat CO2-uitstoot. Ik ben het met je eens dat die 30% zijn van onze grondstoffen, daar lost helemaal niks op. Maar er ligt er eentje, die is eigenlijk heel makkelijk, hè? De oudste kolencentrale van Nederland, die staat op de Hemweg in Amsterdam. Ja. En die stoot niet alleen heel veel CO2 uit, maar ook fijnstof. Fijnstof, ja. En dat is een groot probleem, dus je kunt een aantal van onze waardes realiseren. Als je dat voor elkaar krijgt en een tweede kamer, om die gesloten te krijgen op de kost mogelijk dan hen. Ja, absoluut. Ja. Inzetten. Er is natuurlijk ook daar is nou een maatschappelijke actie op. Hè? Ook daar zie je dat de druk van burgers toeneemt. Dat is precies wat er nodig is om Den Haag in beweging te krijgen. De coalitie heeft afgesproken om alle kolencentrales voor 2030 te gaan sluiten. Het is in ieder geval een stap. Voor 2030 vind ik te laat. Ja, 2025, nou, wij hebben altijd gezegd 2020, maar daar gaan we wel heel snel naartoe. 2050 is echt een uiterlijke, jongens, dan moet het eigenlijk dicht zijn. En de Hemweg, daar is geen enkele reden. Nou, ik vind het voor geen enkele kolencentrale, maar de Hemweg is zeker geen reden om die nog langer open te houden. En die moet gewoon zo snel mogelijk dicht. Er werd gelekt, er is heel veel gelekt uit het regeerakkoord, dat één kolencentrale dicht zou gaan. Ik dacht dat zal de Hemweg wel zijn, maar in het regeerakkoord lezen we daar niks over terug. En dat vind ik jammer, want deze kabinetsperiode zijn nou ja, dat toch wel het minimale zijn wat er moet gebeuren. Daar gaan we volop zitten. Ik had een klein vraagje. Wat gaat er precies gebeuren met het leenstelsel? Het leenstelsel blijft bestaan. Het collegegeld voor het eerste jaar gaat naar beneden. En het eigen... De rente op de lening, die gaat omhoog. Dat is wat het gaat. De rente op de lening? Ik weet het percentage niet. Ik weet alleen hoeveel geld op de overheid oplevert. Dat is 279. Ja, je hoeft die niet allemaal zelf te betalen. Niet te veel spreadsheetjes lezen, hè? Yes. Okay. Ik heb gelezen dat... Ik mag het in Vlaams. Ik ben halve Nederlander, ik ben ook deels Belg, dus maar ik ben wel zinger. Maar goed, mijn vraag is, ik heb gezien dat er een voorstel is gekomen, gewoon een afspraak is gekomen, om iedere Nederlander bij zijn 18e verjaardag een boekje te geven over de geschiedenis en de identiteit van Nederlanders. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat 18 daar eigenlijk al vrij laat voor is. In België gaan er stemmen op, en ik denk in Nederland ook wel, om stemrecht plicht te verlagen naar 16 jaar. Inderdaad. Maar ik vraag me af, hoe denk jij daarmee in gesprek te kunnen gaan? Zou dat mogelijk zijn, denk jij, om die leeftijd te verlagen of om die inhoud op een bepaalde manier vorm te geven? Hoe realistisch denk je dat het is? Ik denk niet dat dat naar 16 jaar gaat. Ja, sorry. Wat jij? Nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar als het gaat over de geschiedenis van Nederland, ik ga iets raar zeggen. Ik denk dat het heel wil je al echt goed je naar de toekomst toe kunnen kijken. Dan moet je ook weten waar je vandaan komt als land. En het is heel belangrijk om daar naar te kijken. Dus ik wil niet te schamper doen over dat je naar de geschiedenis kan kijken. Ik weet wel uit wiens koken dit komt. Dat zeg ik ook van CDA en Huma. En als je wil kijken naar je geschiedenis, dan gaat het volgens mij moet je dat met een eerlijke blik doen. Moet je de hele mooie hoogtepunten daaruit halen, die we absoluut hebben. Maar ook naar alle zaken kijken die we niet goed hebben gedaan. En waarom? Dat is omdat je ervan wil leren. Omdat je wil snappen, geschiedenis moet ervoor zorgen dat je niet dezelfde fouten maakt. En als dat in zo'n boekje zou staan, dan vind ik het fantastisch. Dan moet je volgens mij inderdaad op je achterdeel, dan gaat het al veel eerder dat het in het onderwijs gaat moeten zitten. Maar dat is wel de manier waarop wij daarnaar zullen kijken. Op welke manier wil je nou die geschiedenis van Nederland meegeven? Nederland heeft een prachtige geschiedenis. In de empathische samenleving, het boek wat ik vorig jaar heb geschreven, gaat het ook voor een belangrijk deel over die geschiedenis. Er zitten er echt elementen in die we soms zijn vergeten. Het idee dat gewetensvrijheid geboren is in Nederland. Hè? Ik zou willen dat sommige politici dat zouden beseffen. Dat godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid hier in Nederland zijn geboren. En Nederland ook voor jou. Ik zou in mijn boek ook willen zien dat emancipatie, hè, en de vrijheden die er zijn... In Nederland,
dat dat niet per se komt door de katholieke kerk. Okay. Of door de joods-christelijke traditie. Dat dat alles te maken heeft met de emancipatiebewegingen die hier zo hard voor hebben gestreden. Ook dat is Nederland. Dus als we een mooi beeld kunnen geven, en ook al een negatief aspect van onze geschiedenis, en als we daar onze jeugd, al op jonge leeftijd, ik zou ook zeggen politici en volwassenen, iets moois over kunnen meegeven, dan denk ik dat het fantastisch kan zijn. Maar als de andere kant op gaat, en een soort van propaganda wordt van, er is het archetype Nederlander, en dit zijn de drie dingen die je moet weten uit de geschiedenis, dan gaan wij dat niet stellen. Er zijn vast vragen binnen via Facebook. Zeker. En ik heb een vraag van Marie-Louise uit Rotterdam. En zij vraagt, door het nieuwe kabinet komt er nog meer ongelijkheid binnen de samenleving. Hoe gaat GroenLinks die proberen te verkleinen? Dat is een goede vraag vanuit Rotterdam. Kijk, een van de zaken die wij graag anders zouden willen zien is dat de manier waarop nu de belastingen worden vormgegeven, vinden we gewoon niet eerlijk. En een belangrijk punt daaruit is bijvoorbeeld de BTW. Waarin je ziet dat gewoon de boodschappen voor gewone mensen een heel stuk duurder worden. En wat ons voorstel is dat je de grote belastingvoordelen die multinationals nu krijgen, dat ze die niet gaan krijgen. En dat we daarmee zorgen dat in ieder geval de BTW niet omhoog hoeft te gaan. Maar dat we ook zorgen dat mensen met de laagste inkomens er echt nog wat meer bij krijgen. Ik vind het echt niet goed dat je nu ziet dat de laagste inkomens, zo'n 0,8% koopkracht vooruit gaan en de hoogste inkomens 1,4%. Dat is bijna twee keer zoveel. Dat heeft niks met eerlijk delen te maken. En ik vind dat gewoon echt onverstandig. Dus wij zullen er in het parlement alles aan doen om die plannen te wijzigen. Maar dat gaat alleen lukken. Ik heb heel lang met die mannen aan tafel gezeten. En we hebben geprobeerd, Katelijne en ik, om onze argumenten zo goed mogelijk over de voetlicht te brengen. Zeg maar dat jullie twijfelen of ik dat goed heb gedaan. Dat snap ik wel. Maar Katelijne heeft dat echt voortreffelijk gedaan. En zelfs daar werd niet naar geluisterd. Dus wat we nodig hebben is echt de maatschappelijke druk. De maatschappelijke actie. Een beweging die zegt, tot hier en niet verder. We willen meer gelijkheid, we willen meer eerlijkheid in Nederland en niet minder. Intussen uit de zaal nog een vraag. Ik weet niet waar Henk nu staat. Daar, ja! Het lijkt me misschien een domme vraag in vergelijking met alle andere vragen. Maar ik vroeg me af, als u het regeerakkoord een andere naam had kunnen geven, wat zou u dan toepasselijke naam vinden? De inhoud blijft, dus ik vind het een hele goede vraag. Een hele lastige. En dat de inhoud hetzelfde blijft, hè? Ja. Rechtsaf. Ik spreek geen goed Nederlands, ik woon hier alleen maar één jaar. Maar ik heb gehoord, Nederland is een vrij land. Ik kom hier voor vrijheid. Maar ik heb gehoord op internet, Nederland begint om 2018. Kan hun hacker jouw telefoon, jouw televisie, jouw computer? En dit is niet vrijheid. En wat wij. Wauw. Ja, je hebt het over de sleep. Die wordt gemaakt waarbij veiligheidsdiensten enorme bevoegdheden krijgen om eigenlijk iedereen zo'n beetje via de kader af te kunnen luisteren. Dat is echt problematisch. We leven in tijden die gevaarlijk zijn. Er zijn mensen die willen onze samenleving kwaad doen. En daarvoor gebruiken ze allerlei moderne communicatietechnieken. Dus ik snap heel goed dat veiligheidsdiensten extra middelen in handen willen hebben om terroristen af te kunnen luisteren. Dat betekent soms ook dat je een stapje verder moet durven gaan dan dat we tot nu toe deden. En soms gaat dat ten koste van privacy. Soms. Maar als je een wet maakt die zo allesomvattend is, en waarmee je alles en iedereen kan afluisteren, dan ga je je doel voorbij. Als je echt wil dat de samenleving veilig wordt, moet je zorgen dat je heel gericht kan zoeken. En dan moet je niet iedereen moeten proberen af te luisteren. Dan moet je de hoorberg niet groter maken, dan moet je de hoorberg kleiner maken als je de speld wil zoeken.
Dus wij zijn daar, wij waren tegen dat wetsvoorstel. We zijn er nog steeds tegen. Er zijn nu handtekeningen verzameld. Ja. Heb je dat, dat er een referendum komt? Ik heb ook gedaan. Heb ook gedaan. Dat het kabinet daarmee met een alternatief moet komen. Ik hoop het. We hebben, mijn collega Linda Voortman heeft deze wet behandeld in de Kamer. Die heeft heel veel wijzigingsvoorstellen. Ik geloof dat er al 30 amendementen, dus 30 voorstellen die wijziging zijn geweest op deze wet. Geen één is er aangenomen. En dat vind ik heel jammer. Want deze wet, daar zitten ook goede dingen in. Maar als die wijzigingsvoorstellen nou door hadden kunnen gaan, dan hadden we ook een brede steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Nu niet. Supercool. Ja, eigenlijk als je de laatste tijd een beetje kijkt, dan zie je dat het een soort trend wordt om strenger te zijn op immigratie. En dat streng zijn op immigratie ook stemmen oplevert. Ik denk dat dat heel zorgelijk is, omdat volgens mij mensen in landen waar het ellendig is, mensen zijn net zoals jij en ik. Dus net zoals jij en ik, een dak boven het hoofd verdienen en een veilig leven. En ik vroeg me eigenlijk af, als dadelijk de verkiezingen weer eraan komen, hoe hard durven jullie een tegengeluid te laten horen, ook al kost je dat misschien stemmen? Nou, daar hoef je niet bang voor te zijn. volgens mij hebben we dat deze verkiezingen laten zien en hebben wij laten zien dat je echt verkiezingen kan winnen. Ook door gewoon heel helder te zijn over hoe je in het vraagstuk van migratie staat en dat we gastvrij willen zijn. In de formatie hebben we ook een streep getrokken, tot hier en niet verder. Dus dat mag je van ons verwachten. Kijk, als het gaat over migratie, dan moeten we daar volgens mij verstandige dingen over zeggen. En is het goed dat links zich niet te veel laat leiden door de emotie, maar rechts, daar zie ik helemaal geen ratio meer ondertussen in hoe ze met migratie omgaan. Kijk, het is een illusie om te denken dat we iedereen in Nederland of in Europa zouden kunnen opvangen. Dat kan ook niet, dat is ook helemaal niet de vraag. Maar ze gaan gewoon te ver door te zeggen, we gaan de buitengrenzen van Europa helemaal afsluiten. Je moet veel gerichter kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die migratie goed wordt georganiseerd. En dat betekent ook dat we als Nederland en Europa onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En op een normale manier over vluchtelingen moeten praten. Uiteindelijk zie je dat alles op één hoop wordt gegooid. Er wordt bijna niet meer over vluchtelingen gesproken, hè? In het taalgebruik. Het gaat over asielzoekers. Het gaat over mensen die hier hun geluk komen zoeken. Ik denk dat we heel specifiek moeten zijn over, het gaat over vluchtelingen. Die moeten we goed opvangen. Maar willen we echt, ook als links, willen we de strijd weer winnen van populisten, dan moeten we zorgen dat het ook weer over sociaal-economische thema's gaat. En de sociaal-economische tegenstellingen. In al die gesprekken die ik heb gehad met mensen die op de PVV stemmen, ben ik eigenlijk nooit mensen tegengekomen van denk, nou, dat is, je bent nou een racist. Hè? Of je bent nou, dit is echt verkeerd. Dit zijn mensen die binnen 3 minuten nadat het over migratie ging, of over de islam, het hebben over te weinig huisvesting, over dat boodschappen te duur zijn geworden, dat ze hun baan zijn verloren. En willen we er echt voor zorgen dat daar iets aan verandert? Ze hebben nooit, het enige alternatief wat er leek, was gewoon politici die vluchtelingen de schuld gaven. Zeiden dat het komt door de buitenlanders. Wij moeten ze weer laten zien dat er een alternatief is. Dat het niet komt door vluchtelingen, dat het komt door rechtse keuzes, door opeenvolgende kabinetten. Dat als ze het anders willen, dat ze vooral op ons moeten stemmen, dan gaan we dat de volgende keer regelen. Geen liedjes. Dit is heel snel. Nee, ja, mijn Facebook, nee, dat is grappig. Nee, wat bij mij heel erg triggerde, ik heb vroeger ooit ook nog PVV gestemd. We gaan even naar. Nee. Ik vind het supergoed dat je dat zegt. Echt waar. Bij mij heel erg veel verandering opwekte was, ik ben in een asielzoekerscentrum geweest, we hebben voor kinderen een spelletjesmiddag gedaan en er ontplofte een ballon en een kind van 6 dook weg. En mijn vraag is eigenlijk, kan jij niet gewoon Geert of Thierry een keer uitnodigen? Laat ze die mensen zien, want dan kunnen ze toch niet over hun hart van krijgen om te zeggen, weg ermee. Ik weet niet of ze, ja. Ik denk niet dat ze naar mij gaan luisteren, maar mij raakt het wat je zegt. En misschien als jij het tegen ze zegt, dat het ze ook raakt. En misschien moet jij ze uitnodigen. En durven ze daar geen nee tegen. Goed dat je bent gegaan, dat is echt gek. Cool. Hier achteraan van mij is wel heel enthousiast genoemd. Hallo. Nou, ik ben student. En ik denk dat ik namens meer mensen spreek hier, dat het best wel een schok voor mij komt dat die rente omhoog gaat, omdat ja, ik zit straks al met een enorme lening die ik moet gaan terugbetalen.
En mijn startsalaris gaat waarschijnlijk ook niet zo hoog zijn als ik klaar ben met mijn studie. Wat studeer je? Journalistiek. Oh, ja. Er zijn hier ook andere journalisten. Ik zie hier in ieder geval een staan, dus dan kan je het straks vragen. Ja, want er is wel kritiek op, maar eigenlijk hoor ik niemand zeggen wat we er eigenlijk aan willen gaan doen. Om het toch ja, iets minder vervelend voor ons studenten te maken. Ik moet iedere keer aan roken denken als ik Dat denken wel meer mensen als ze aan mij denken, jammer genoeg, ja. Kijk, als het gaat over het daarover, kijk, een van de positieve dingen die erin zitten, vind ik echt dat het collegegeld omlaag gaat. Dat is wel alleen voor het eerste jaar en je bent gewoon de hok al bezig. Ik vind het, kijk, als je ziet dat er 1,5 miljard euro wordt uitgetrokken voor onderwijs, dan vind ik het niet verstandig dat je zegt, nou, we gaan nu ook nog eens die rente verhogen. Dus ook hierop zullen we in het parlement, collega Zini, die doet hoger onderwijs, die zal hier, ja, dus we zullen bovenop zitten en kijken op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En ook hier, wederom, zijn jullie nodig. Nou, onze argumenten gaan niet per se geluisterd worden, maar als het dit is Leon. De auto's zijn dubbel geparkeerd. Deze briefjes mag je vaker brengen, Leon. Vliegtuiggevouwen. Om dit af te maken, we gaan het proberen, maar maatschappelijke actie ook is nodig als je echt iets voor elkaar krijgt. Mensen, ik krijg net een briefje in mijn handen geduwd, heb je dat meegekregen? In 1 uur tijd zijn er 6000 handtekeningen verzameld voor de BTW-actie. En in totaal, op dit moment, dus we zijn nu een paar uurtjes bezig, hebben al 14.000 mensen getekend op geenbtwverhoging.nl. Wauw. Zo snel zou gaan. Maar het is nog niet genoeg, dus als jullie nog niet hebben getekend, jullie hebben allemaal een briefje gehad, toch? Een kaartje? Ja. Hebben jullie al getekend? Ja. Nee? Straks doen. Heel goed. En nodig ook al je vrienden uit, en familie en kennissen en mensen die je op straat tegenkomt om vooral mee te doen. Alright. Ja, hier rechts. Hey Charlie. Hoi. Ik heb een vraag over mensen met handicap. Ik heb een laag inkomen. De WAION gaat ook 5% omlaag. We hebben nu al zo weinig inkomen dat we van 30 euro in de week moeten leven. En de zorgkosten gaan weer omhoog. Weer mee medicijnen die we zelf moeten betalen. Hoe lossen ze dat nou op? Komt echt een compensatie? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet precies. Oh, hier is iemand die het antwoord heeft. Maar ik kom zo bij je, ja? Kijk, als het gaat over wat er gaat gebeuren, je ziet dat de kosten gaan gewoon omhoog. En je ziet dat mensen met een uitkering, en zeker de WAI, dat is echt schandalig wat daar gebeurt. Daar wordt heel sneaky gekocht op de hoogte van die uitkering. Er wordt iets gedaan aan de stapeling van de zorgkosten. Maar wat dat nou precies gaat betekenen, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Ik kijk even naar Corine. Jij hebt daarop gerekend, weet ik, want je hebt het mij wel verteld. Wil je dat misschien zo zeggen? Ja? Microfoon? Ja. Sorry, ik was heel erg stil. Ja, er wordt iets aan gedaan, hè, aan de stapeling van sommige zorgkosten. Maar dat kan ook voor sommige mensen weer betekenen dat ze meer gaan betalen. Dus het is nog maar helemaal de vraag of dat het probleem gaat oplossen. Zeker voor mensen die inderdaad ook met de WAION te maken hebben. Dus het ziet er eerlijk gezegd niet heel rooskleurig uit. Ja. Maar wat het eerlijk is, we weten het nog niet precies hoe het gaat uitwerken. Maar ook hier zitten we echt bovenop. We zullen echt kijken hoe dit uitpakt. En Corine, die houdt dit enorm in de gaten. En daar waar we kunnen, zullen we echt het kabinet het vuur aan de schenen leggen. Want dit is wat ik bedoel met eerlijk delen. Als je ziet dat in Nederland ontzettend rijk zijn, blijft geld over. En we gaan vooral heel veel geld uitgeven, ook aan belastingverlichting voor de mensen die toch al heel veel hebben. En we slagen dit en we gaan bezuinigen op mensen die in de uitkering zitten. En dan is er iets goeds mis. Ja. Nee, ik heb nog een vraag van Jeroen Vos, nu die actie tegen de btw-verhoging best lekker loopt al. Komen er meer linkse samenwerkingen tijdens deze kabinetsperiode?
Dat valt niet geheel uit te sluiten. Wat ik het zo zeg is dat ik, er is altijd heel veel over linkse samenwerking gesproken. En ik heb me één keer voorgenomen, ga ik gewoon niet meer doen. Je ziet het wel als het komt. En volgens mij is dat een veel betere manier dan iedere keer maar erover hebben. Naar de laatste paar vragen, dus ik weet zeker helaas dat we niet iedereen kunnen behandelen. Excuus daarvoor, ik blijf vooral hangen straks. En hier wordt enthousiast gezwaaid. Ja, de nieuwe regering die heeft een hoop groene doelen gesteld. Ze gaan centrales sluiten in 2030. Komen alleen maar elektrische auto's op de weg in 2030. CO2-uitstoot gaat omlaag in 2030. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er ook in deze kabinetsperiode concrete tussendoelen worden gesteld die we ook gaan realiseren? Nou ja, dat is een uitstekende vraag. Kijk, wat wij sowieso willen van het kabinet. Kijk, dat hele regeerakkoord, dat is helemaal doorgerekend door het CPB. Zo'n pak papier waarin op iedere komma is gelet. En als een maatregel niet goed genoeg was onderbouwd, dan zeiden ze, ja, we weten niet hoeveel geld dat oplevert, dan werd het teruggestuurd. Nou, op klimaat hebben we zo'n tabelletje gekregen met indicatie van wat dingen gaan opleveren. We hebben niet alleen een centraal planbureau, maar ook een planbureau voor de leefomgeving. Wij willen graag een klimaatdoorrekening van deze plannen. En dat is waar het eigenlijk begint. Dan krijg je al de indruk van, oké, hoeveel gaat er nou deze kabinetsperiode? Wat we ook graag willen weten is, maar wat zijn dan de doelen die jullie in ieder geval deze kabinetsperiode willen halen? Want als we de doelen weten, en we zien gewoon ieder jaar dat ze die wel of niet halen, kunnen we ook als Kamer, dat is onze controlerende taak, kunnen we bijsturen. Dus dat is de manier waarop wij in ieder geval gaan zorgen, er bovenop gaan zitten, dat er ook deze kabinetsperiode werkelijk wat gebeurt. Mochten ze nou denken, ja, hoe doe je dat nou? Ons verkiezingsprogramma deed 20 megaton meer dan er nodig was om Parijs te halen. Dus ze kunnen echt vrijelijk shoppen. Vinden we dat erg als dat doen eigenlijk? Mogen ze gewoon gebruiken, toch? Kunnen ze gewoon gebruiken. Al die ideeën wat ze zo hebben, neem ze over, zou ik zeggen. Dat zullen we gaan doen. Het is natuurlijk super fijn dat eerstejaarsstudenten korting krijgen op het collegegeld. Want dat motiveert mensen om te gaan studeren. Dus dat is super goed, ben ik het ook volledig mee eens. Wat alleen jammer is dat mensen uit andere leerjaren inderdaad die korting niet hebben. En onze rente gaat omhoog. Dus wat zou jij concreet willen doen voor studenten uit andere leerjaren? Ja, wat wij in ons visieprogramma hadden staan was het collegegeld voor alle leerjaren. En daarnaast hebben we één dingetje, dat is wel interessant. We hebben iets anders gedaan dan we dan uiteindelijk in het kiesprogramma kwam, uiteindelijk, vind ik wel eerlijk om te zeggen. Daar stond namelijk dat we het geloof ik niet halveren, het collegegeld halveren. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Want als we dat zouden doen, zou het collegegeld voor het HBO en de universiteit lager worden dan het MBO. Dat vonden we niet eerlijk. Dus we hebben dat geld dat we daarvoor hadden gereserveerd eigenlijk verdeeld, zodat ook het collegegeld van het MBO omlaag zou kunnen. Maar dat is uiteindelijk wat onze inzet was geweest om ervoor te zorgen dat het collegegeld verder omlaag gaat, ook voor de andere leerjaren. Dat is één van de zaken. Oké, dankjewel. Ja, dan gaan we daarna naar de laatste vraag. Er staat daar al iemand klaar. Meneer met rode shirt, we gaan eerst even deze jongen. Hallo. Ik ben het grotendeels eens met de belasting aanpak die we hebben met BTW. Dat de BTW niet te veel verhoogd moet worden. Maar er zijn ook heel veel producten die nu ook een verhoging gaan krijgen, zoals bijvoorbeeld vlees. Wat op zich best positief is, bijvoorbeeld voor de milieu. En er zijn meer nuances te vinden om daar bijvoorbeeld een btw-politiek voor te creëren. Want ik denk dat het nu misschien te ver doorstaat om alles terug te brengen naar 6%. Of in ieder geval 6%. Ja, kijk. En waarom? En dat heeft me vandaag ook eerder naar gevraagd door verschillende journalisten. De manier waarop wij naar belastingen kijken is dat je zaken die slecht zijn voor het milieu, die doe je zwaar belasten. Dus als er zaken zijn die slecht zijn voor het milieu, dan vinden wij dat prima als die zwaar worden belast. Maar de kern hier is dat het meeste wat wordt belast, de meeste opbrengst, gewoon zit in boodschappen. En musea, en popconcertkaartjes, en het openbaar vervoer. Gewoon de dingen in het dagelijks leven, ook de dingen die het leven de moeite waard maken. En ook gewoon de basics die je nodig hebt. En dat is oneerlijk. En daarom voeren we nu gewoon de strijd om te zeggen, die hele BTW, als dit het is, zo'n hele BTW ook helemaal van tafel. Geen nuance in wat nou nog wel of wat nou niet. Deze moet gewoon van tafel, want het werkt oneerlijk uit. En om eerlijk te zijn, ik vind dat eerst ook de grote 450 grote vervuilende bedrijven, die kunnen nog wel net iets meer bijdragen dan wat van de beurs wordt gevraagd.
vind het heel super fijn dat ik een slotvraag krijg. Beste Jesse, ik ben nog van jouw leeftijd. Ik kom ook uit Zuidwest-Brabant. Ik ben net als jou naar de grote stad gegaan. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Onderberg of zo, Mossendrecht. Oh ja. Maar wat ik wel interessant vind, jij bent politicus geworden, ik ben groen ondernemer in Amsterdam. En als ik mijn ondernemersvrienden spreek in Amsterdam, dan zijn er vrij weinig die op GroenLinks stemmen. En kijk, ik doe het vanuit ideologie, ik ben zoon van een boswachter en dat geloof ik allemaal wel. Maar hoe krijg je die ondernemers, zover wat ongeveer de helft van de samenleving is met alle zzp'ers, zover om over 4 jaar of misschien al eerder op GroenLinks te stemmen? Ja, doordat ze gaan zien dat, doordat wij gaan, niet, dat moet ik niet zo zeggen. Doordat wij de grote opdracht hebben om te laten zien dat GroenLinks staat voor een nieuwe economie. En dat de zogenaamde ondernemerspartijen, die zichzelf nu ondernemerspartijen noemen, dat er eigenlijk de partijen zijn uit het verleden. En dat de maatregelen die wij nemen er juist op gericht zijn om ervoor te zorgen dat zeker alle start-ups, dat die het eigenlijk beter krijgen. Dat die meer voordelen krijgen, dat zij de ruimte krijgen om ook eerlijk te concurreren met de grote jongens. Dat is wat wij doen. En dat maken we nog niet voldoende. We slagen nog niet voldoende in om dat duidelijk te maken. Dat is wat we de komende jaren zullen doen. Daartegenover staat wel, kijk, wij staan niet alleen voor ondernemers. Wij staan ook voor mensen die gewoon in loondienst zijn. En mensen die misschien niet zoveel verdienen, of in flexcontracten. En wat we ook vragen van iedereen is dat we met elkaar samenwerken. En ik geloof ook in links, en herverdeling blijft ook een belangrijk punt. Ja, als mensen dat niks vinden, dan zitten ze niet bij een goede partij. Iedereen bedankt voor de fijne input vandaag. Ja, excuses als we niet alles terecht zijn kunnen komen. Jesse, hebben we nog een laatste woord? De echte slotvraag, Jesse. Dat is een echte slotvraag. Sorry. Ik heb ook wel echt een vraag. En dat is allereerst ontzettend bedankt weer dat jullie waren. En ik vind het echt gek dat jullie op zo'n korte termijn wilden komen en het gesprek aan wilden gaan. En ik zie nog heel veel vingers en ik zag hier iemand in. Het spijt me dat er niet meer tijd is om met elkaar nog meer vragen te beantwoorden en in gesprek te zijn. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren. En ik heb nog maar één vraag en dat gaat eigenlijk over onze actie. Geen btw-mogelijk.nl. Doe alsjeblieft mee met de actie. Teken op de site. Vraag al je vrienden, familie, bekenden, iedereen die je tegenkomt. Om ook mee te doen. Laten we het maatschappelijk verzet groter maken. Bij de BTW begint het wat mij betreft. Dat gaan we op meer onderwerpen doen. Op al die zaken waar we zeggen, dit moet veranderen in Den Haag. Waarvan we het gevoel hebben dat onze argumenten luisteren ze niet. Maar misschien wel aan jullie, als we met heel veel zijn. We gaan samen met onze beweging Nederland veranderen. Komende 3 kwartier voor jullie een klein internet in Nederland. En dan weer van harte hartelijk dank voor het komen. De bar blijft open, jullie blijven ook allemaal aanspreekbaar voor eventuele inhoudelijke vragen. Gaan we elkaar in gesprek. Er komen meer meetups aan door het hele land. Gaan we op de komende tijd om weer verder met elkaar in gesprek te gaan. Nogmaals, dank voor het komen. Een grote applaus voor alle vrijwilligers en techniek die vandaag. Heel erg